Oké, het is vandaag zaterdag 14 oktober. We staan op een beetje vreemde plek, want we staan ergens waar we er net niet geweest waren, waar we niet hoefden te zijn. Riedhausen in Duitsland, vlakbij Kleve. Of wel Kleef in het Nederlands. Waar zijn we er net geweest? In welke stad? We komen eigenlijk zojuist uit Nijmegen. Daar was een bijzonder evenement, Out of the Binary. Out of the binary, ofwel af van het tweezijdige keuze. Wie organiseerde dat? Dat was Transgenders Nijmegen. Een club mensen die ik al heel lang ken. Er zijn veel nieuwe bijgekomen en zo, maar ja, we waren toch welkom. En we hebben daar een uur lang mensen bijgepraat over wat er leeft, wat er niet leeft. En vooral wat er voor zorg is over de nazorg. De nazorg na de SRS. Tegenwoordig ook vaak GRS genoemd. Na de beroemde, beruchte operatie. Wat staat je te wachten? Hoe kun je het beste doen? Hoe kun je het beter niet doen? En de organisaties die dat deel van het traject verzorgen, met name het VUMC, wat doen die voor de mensen die operatie ondergaan of ondergaan hebben? Dat bleek niet altijd evenzeer aan de verwachtingen te voldoen. Was het succes? Want het was een soort van workshop, geloof ik, hè? Ja, ik denk dat je een workshop zou kunnen noemen. Dat hebben wij ervan gemaakt. De opdracht was niet helemaal duidelijk wat er van ons verwacht werd. Dat hebben we ad hoc, zoals het dan zo mooi heet, ingevuld. En ik geloof dat de mensen daar wel redelijk over te spreken waren. We zijn zelfs met een oplossing gekomen. Ja, nou, dat is mooi. Maar goed, laatste vraag. Waarom staan we eigenlijk hier en niet daar? Ja, nou ja, we wilden nog even naar een supermarkt in Duitsland. Even wat lekkere dingen halen, zoals Zwiebel met worst. En echt brood en zo. En ik ben hier vroeger ook veel geweest in deze omgeving. Het is best boeiend, het is heel mooi, het is heerlijk rustig. Griethausen. Ja, ja. Maar zijn er nog andere redenen om dit interview niet daar in het pand te doen? Ja, daar waren wel redenen voor. Er liepen ook diverse mensen met een sticker op, met een symbooltje van een camera, en streep erdoor. Die wilden niet in beeld komen. Ja, dat vind ik niet heel vreemd, dat kan me wel voorstellen. Dan zou je met een fotocamera daar wel redelijk rekening mee kunnen houden. Maar als je met een bewegend beeld te werk gaat, dan is dat heel moeilijk om die mensen uit beeld te houden. Dus we hebben ervoor gekozen om niet ter plekke te filmen. Helder. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, tot ziens. Goed, vanuit een heel mooi dorpje hier. Je kunt het zien, een geweldige poort. Griethausen, zei ik toch? Nou, ik heb geen idee wat de historie van deze poort is. Dat gaan we uiteraard nog uitzoeken. Maar dat krijg je lekker niet te zien. Doe het zelf maar. Groetjes. Oh.